Ben je klaar? Ja. Welkom bij een nieuwe training van RLPT Online. Vandaag gaan we naar de buik en we beginnen met de rug. Sylvia doet met ons mee. Die gaat heel erg haar best doen, dus we goed op haar letten. Ik doe vandaag heel weinig. We gaan beginnen. Maak wat ruimte om je heen. Zet je voeten onder je heup. En je handen mogen voor je lichaam langs. Ik laat het van de zijkant zien. Kom rechtop. En we buigen naar voren in een deadlift. Dus je benen blijven lang. Billen gaan naar achter. Kom omlaag. En kom omhoog. Kom omlaag. En omhoog. Je handen mogen over je benen tot net onder de knieën. En staan. Opnieuw. Omlaag. En op. Probeer om naar de vloer te kijken als je naar beneden komt. Dus kijk mee naar beneden. Hou je nek in lijn met je rug. Ga door. Omlaag. En op. Rechterrug. Zak. En op. Kom naar beneden. Blijf onderin. En strek je armen naar voren. Doe 4 keer. Terug. 3, 2. Kom staan. En opnieuw. Omlaag. Laag. 4, 3, 2. En op. Opnieuw, kom naar beneden, strek uit, lichaam stil, armen lang, goed spanning op de buik, ondersteunt je rug. Trainen van de rug is heel belangrijk als je op de buik traint. En laag, 4, 3, 2, nog 1 keer, en blijf nu onderin, we hebben 10 stuks, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 en kom staan. Kom maar liggen op de vloer, op de buik. Je handen naar voren, strek jezelf helemaal uit. En we beginnen door één arm en één been op te tillen. Dus hoofd en borst is op. En je trekt je linkerarm op en je rechterbeen en andersom. Dus op en terug. Op en terug. Op en terug. Hou je armen lang, hou je benen lang. Op en terug. Op en terug. Rustig doorademen is belangrijk. Ga door. Nog 4. 3, 2, we doen hetzelfde. Allebei de armen, allebei de benen. Op en terug. Op en terug. Op. En als het goed is, dan voel je de rug. De onderkant van de rug. Niet schrikken, dat is de bedoeling. Dus ga gewoon door. En blijf rustig doorademen. Dat is belangrijk. Je ademhaling rustig houden. Til hem op en breng hem terug. Doen we nog 8 keer, kom maar. 8. 7, ga door. 6. Nog 4. 3. 2. En rust. Goed zo. Draai om. Ga naar de rug. Naar de buik. Op de rug. En we gaan de buik trainen in combinaties vandaag. De eerste combinatie zijn 4 crunches. Let op, ik doe hem 1 keer voor. 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. Ga door, omhoog. Belangrijk, strek je been helemaal uit. Helemaal lang en draai. Ga door, op. En nu, strek uit die benen helemaal lang. Schouders op. Goed zo, en door. 4, 3, 2, en op. Draai in, 4, 3, 2, nog 2 keer. Laatste. En rust. Voeten neer, leg je hoofd aan de vloer.
Volgende combinatie. Ik doe hem één keer voor. Let op. Billen. Op je hakken dicht bij je billen. Gaan we een reverse crunch. Let op. 4. 3. Billen gaan los van de vloer. 2. 1. Dan strekken we door. 4. 3. 2. 1. Omhoog. Daar gaan we. 4. 3. 2. 1 en uit. En als je je onderrug loshaalt van de vloer, let op, benen hoger, prima. Reverse, omhoog. 4. 3. Ga door. 2. En nu strek je benen helemaal lang. En hoe lager je die benen bij de vloer brengt, hoe meer spanning je onder in de buik krijgt. Nog één. Ja, terug omhoog. Reverse, up. Strek uit. 4. Gaat het goed, Sylvia? Top. Reverse, doen we nog 2 keer. Up. 2. 3. En lang. Laatste keer. 4 in. Go. En strek. 4. 3. 2. Voeten neer. Rust. Goed zo. Oké. Volgende combinatie is als volgt. Let op. Benen gaan omhoog. Handen gaan omhoog. Je tikt je tenen. 1. 2. 3. 4. Uit. En uit. Ja? Oké. Benen hoog. Probeer je tenen aan te tikken. 4, 3, 2. En dan maak je helemaal lang. Langzaam uit en op. Het hoeft niet snel, dat mag langzaam. 4 keer aantikken. Kom maar. Probeer de tenen aan te tikken. Nu, 4 keer omhoog. Kom maar. 4, 3, 2. En langzaam lang. Uit en op. Uit en op. Als dit te zwaar is, hier is je optie. Prima. 4 keer aantikken. 4, 3, 2 en nu lang. 4, terug, lang, 3, 2, hier is nog steeds je optie. Prima, nog één keer. Tik je tenen, kom maar. 4, 3, 2, lang, go, uit. En op, ga door, nog 3. Dat is de laatste keer, kom maar, nog 2 keer. Helemaal lang, helemaal op. Laatste keer, come on. Yes. En rust, tenen neer, hoofd neer. Goed zo. De laatste is een plankcombinatie. Dus draai jezelf om. Kom op je onderarmen en op je tenen. Wat gaan we doen? Een combinatie in een rainbow plank. Dus wat gaan we doen is het volgende. Je brengt je heupen naar de vloer. Let op. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kom maar. 1, 2, 3, 4. En op. 1, 2, 3, 4. Ga door. Van zij naar zij tik je je heupen aan de vloer. En daarna til je die voeten op. Hoef maar een klein stukje. Draai in die heupen naar de vloer. En dan een klein stukje die benen op. Goed zo. Zorg ervoor dat je een beetje los hebt in je voeten. Die mag je meedraaien. Op, op, op. Van zij naar zij. Kom maar, nog 3 keer. Nog 3 keer. Til hem op. Kom maar, op. Kom op, zij van zij. 1, 2, 3, 4. Op, op, op. Laatste keer. Dan zit hij er al op voor vandaag. Til hem op. Op. Op en blijf staan in de plank. Nu, blijf staan. Haal vast. Kom aan. Niet stoppen nu. 15 seconden. Kom aan. 15 seconden is niks. Haal vast. Goed, spanning op de buik. Rustig doorademen. 5, 4, 3, 2, 1 en rust. Goed gedaan. Dat was hem voor vandaag.
Hij zit erop. Top, ik zie jullie morgen. Succes en een hele fijne dag. Tot morgen.